Vandaag stap ik in de auto bij Cor. Cor is 101. Ik heb wel begrepen dat ze niet zo goed hoort. Dus dat ik dan moet roepen. Hallo! Hallo! Ik ben Tatum. Wat leuk. Ik ga met u mee in de auto vandaag. Oh, nou, dan kan je lekker smelten. Ja, het is een warme dag, hè? Kijk, je weet, ik stap in zoals Maxima. Oké, nou, daar gaan we. En het gaat nog allemaal goed, dus dat auto rijden. Kostelijk. En heeft u dan opnieuw moeten afrijden weer? Nee hoor, helemaal niks. Ik kreeg zoveel 5 jaar weer mijn rijbewijs. Hoe lang rijdt u al? Oh, ik denk van 1960. Had u het ooit verwacht dat u 101 zou worden? Nee. Ik ben in Suriname geweest tot mijn 73ste. En toen dacht ik, zo, nou is het werkjes. Ja. En dan krijg je nog een heel leven daarna. En hoe komt het dan dat u zo oud bent geworden? Dat gaat vanzelf hoor. Je moet gewoon doorademen. Probeer het maar, gewoon doorademen. Het is heel moeilijk hè, voor deze tijd om voor mensen om gewoon door te ademen. Want we zitten allemaal op yoga en weet ik veel wat om normaal te kunnen leren ademen. Nou, je adem inhouden is moeilijker dan het ademen hoor. Ja? Deze weg, die rijd ik nooit, die ga ik eens rijden. Ja, laten we dat eens doen. Volgens mij bent u wel een heel avontuurlijk type. Klopt dat? Ja. En heeft u ook kinderen? Ik ben alleen gaand. Ja, en u? Ik heb 1 dochter. Een dochter? Ja. Puberdochter. Een puber? Mhm. Wauw. Bent u bewust alleengaand? De ware is niet gekomen. En hoe kan het dan dat u nooit de ware bent tegengekomen eigenlijk? Bent u heel kritisch? Nee. Naar mannen? Nee, maar. Of valt u op vrouwen? Nee. Ik heb kostelijke vriendinnen. Maar ja. Ik ben een paar jaar verloofd geweest. Oh, dat wel? Ja. En heeft u wel eens brokken gemaakt in het verkeer? De laatste keer vorig jaar. Heel leuk was dat. Heel leuk? Heel leuk was dat. Hoezo was dat leuk? Met mijn zus was ik. Ja. En we gingen naar Friesland. Ja. Dan gaat die weg, die gaat naar Groningen en naar Leeuwarden. Je hebt zo'n splitsing. Ja. Ik zit de midden in. Ja. He? Nou, daar zaten we dan. Was u niet ongelooflijk geschrokken toen? Nee. Maar dat was niet deze auto? Ja, wel. Deze auto. Oké. Okay. Ze zeiden meteen al, je hoeft nergens zorgen over te maken. De verzekering vergoedt alles enzovoort. Wat vindt u nou van de vrouwen nu, als u dat vergelijkt met vroeger? Veel vrijer hoor. Dat ze niet alleen bij het aanrecht hoeven te staan. Ja. Maar dat ze de vrijheid hebben om op stap te gaan. Zal ik eens laten horen wat mijn dochter allemaal luistert? Doe dat. Ik wil chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je opeens wil chillen, is het geen probleem, dan ga ik erheen. Maar wat vindt u dan van dat nummer wat ik net liet horen? Wel gezellig om te horen. Wel gezellig? Ja. Ik vind het helemaal niks namelijk. Huh? Het nummer dat gaat over drank en drugs. Kijk, hier woont ze. Oké, vriendinnen. Zo. Ik krijg gewoon boete voor hoor. Ik vond het een leuke autorit. En u? Ja, leuk hoor. Heeft u ook een beetje genoten? Ja, ik vond het een mooie tocht. Ja. Oh, u vergeet wat. Niks. Wat ik zo mooi vind dan, dat ze 75 was en ze dacht, oké, ik ben klaar nu. En dan krijgt ze ineens nog een kwart eeuw cadeau. En tot op de dag van vandaag ontdekt ze nog wegen. Nou, dat is toch fantastisch. Hè? Nou, een makker.